Tennessee Studs. Ik heb altijd begrepen dat het woord stut dekhengst betekent. Klopt dat? Klopt helemaal, ja. Stut is dekhengst. Een stut is een dekhengst. Ja. Waarom voor die naam? Het is een liedje van Jimmy Driftwood. Die heeft het ooit geschreven. En is bekend geworden door Johnny Cash. En toen wij met de Studs begonnen, 20 jaar geleden, waren we enorme Johnny Cash fans. Dus wij wilden zeker een nummer van Johnny Cash. En vonden het zo'n goed nummer dat we onze band zo hebben genoemd. Johnny Cash van Country. Jullie zitten meer in de bluegrass hoek. Ja, wij doen eigenlijk wel wat breder dan alleen maar bluegrass. Inderdaad, de core is bluegrass. Maar we doen eigenlijk alle verschillende soorten Amerikaanse muziek eromheen. En dat is ook wel een beetje het kenmerk van onze band, denk ik. Dat wij niet zo heel erg puristisch zijn. We spelen ook nummers van Soul Coffin bijvoorbeeld. Dat een soort neo-funk-punk band was uit de 90's. Dus we doen zo breed mogelijk repertoire. We schrijven, nou, ik denk 70-80% van de songs die we spelen, die schrijven we zelf. Roland het grootste deel, ik schrijf een enkel liedje, Jeff schrijft een liedje. Eigenlijk schrijft iedereen wel eens een instrumentaaltje of iets. Ja. Maar het is dus ook onze laatste cd, de helft eigen songs en de helft mooie covers. Ja. Maar de voorlaatste cd, die nu bijna op is, die is echt helemaal van ons eigen werk. Okay. Het is een internationale band, want 4 Nederlanders, een Canadees en een Zweed. Ja, dat is helemaal correct. En een van die Nederlanders is een Rotterdammer, hè? En de rest is Amsterdams. Dus dat, dat maakt het wat spannend. Optredens, hoe zit het daarmee? Loopt het een beetje in Nederland? In Nederland is het wel, je moet er hard achteraan. Dat gaat niet vanzelf, maar we bestaan nu een jaar of 20. En ik denk dat wij mikken erop tussen de 15 à 20 optredens per jaar te doen. We zouden best wel meer kunnen doen, maar daar hebben we gewoon allemaal zelf niet de tijd voor. En eens in de zoveel tijd maken we echt een tourneetje, zoals we pas geleden naar Alaska zijn geweest. En dan doe je natuurlijk in 2 weken 10-12 shows. Dus eigenlijk spelen we voor een Nederlands bandje best veel. Ja. Ik ga even naar de instrumenten. Jij bent de gitarist. Dat is duidelijk, want je hebt een gitaar. Ja, ja. Kun je iets laten horen? Ja, ik ga weer even naar jou. Dat instrument, dat heet Dobro. Ik heb het wel eens gezien op de hoes van een Dire Straits LP. Ja, dat klopt. Dat is niet hetzelfde. Die op de Dire Straits LP, dat is een ijzeren dobro met een iets ander technisch systeem. Daar zal ik jullie niet mee lastigvallen. Maar dit is inderdaad een dobro ooit bedacht door de Dopiero Brothers. Die vanuit Joegoslavië naar Amerika zijn geëmigreerd. Dobro, Dopiero Brothers. Ja. Heb je hem? En dat is, vroeger waren ze van ijzer en tegenwoordig zijn ze heel technisch met heel mooi dun gemaakte aluminium koekblik, noem ik het maar. En dan heel mooi hout. Ja. En ik zie ook allemaal plectrums om je vingers. Ja, ik speel met fingerpicks. Het is eigenlijk heel veel banjo-spelers die pakken ook de dobro, omdat de rolls die je op een banjo pakt ook vroeger veel gebruikt werden op de dobro. Sommige dobro-spelers doen dat ook nog steeds. Ik ietsje minder, je kunt het ook op een andere manier doen. Maar je hebt deze dingen wel nodig, want zonder heb je gewoon niet voldoende volume. Ja. Kun je een stukje laten horen? Ja, zeker. Is net zo, even net zoals Roland begint, dat is misschien leuk voor de film, hè? Dan zet ik... Grapje. Zet ik mijn kaap even goed.